Een nieuwe aflevering van Recepten van Topchefs. En hier bij mij Jacob-Jan Boerma van restaurant De Leest in Vaassen, vlakbij Apeldoorn. Ja, twee sterrenchef. En we gaan vandaag een voorgerecht maken. Wat wordt het? Het wordt een steak tartare. Mm-hmm. Een beetje een nieuwe interpretatie met een sojaspaghetti, een crème van peterselie. En wat cultuurplantjes of kresssoorten. Oké, goed. Hier staan de ingrediënten. Je hebt het gezegd. Dit is waarschijnlijk iets met peterselie te maken. Ja, dat is eigenlijk de basis voor de peterseliecrème, waarin de mayonaise, de crème fraîche gaat. Mm-hmm. Ik heb hier de spaghetti van soja. Okay. En hier de groentesalade. En die worden op het laatst worden afgewerkt met wat kresplantjes. Ja, soorten. Goed. Ja. En dat is natuurlijk de basis, ook het vlees die nodig hebben voor de tartaar. Ja. Als u bij de slager bent, dan laat je eigenlijk een heel mooi stuk ossehaas heel simpelweg met kleurzout behandelen. Het beste is injecteren. Hè. Mm-hmm. Iedereen kan thuis naar de apotheek gaan en zo'n injectienaald halen. En dan maak je eigenlijk volgens het recept maak je water met kleurzout. Mm-hmm. Nou, en dan injecteer je hem als het ware. En dan trek je een vacuüm. Nou heeft niet iedereen een vacuümeerapparaat thuis. Ja. Maar goed, de slager over het algemeen wel. Dus je laat het even bij de goed bevriende of een slager waar je veel komt, laat je dit even doen. Dan krijg je eigenlijk dit in een vacuümzakje. Ja, en dan laat je twee dagen laat je dat pekelen, zodat het een beetje een ziltige smaak heeft. Goed, maar nu gaan we die open doen, want we hebben het nodig. Wat ga je ermee doen? Nou, het eigenlijk gaan we het heel snel heel fijn snijden. Uh-huh. Wil je dat wat steviger hebben, dan zou je kunnen zeggen om het iets aan te vriezen. Uh-huh. Maar goed, dat is op dit moment. Kijk, u ziet wel hoe mooi de structuur ontstaat, maar ook hoe goed dooraderd hij is met die kleurzouten. Uh-huh. En dat geeft eigenlijk gelijk al een smaak. Ja. Nou, vervolgens snijden we dat dus heel fijn. En hoe fijner, eigenlijk hoe smaakvoller. Maar nooit door een gehaktmolen. Oké. Okay. Want daarbij ontstaat toch vaak een andere smaak. En het wordt... Maak je het eigenlijk wat kapot? Kapot. En het geeft een smaak die al een beetje het ranzige vet omhoog haalt. Mm-hmm, mm-hmm. Ik doe het echt het liefst met de hand. En dat kun je ook zo fijn maken als je wil. Mm-hmm. Okay. Nou. Dit is het tartaar. Dat is eigenlijk de basis. En wat gaat er dan nog bij? Gaat er eigenlijk alleen een geblancheerd shallotje bij. Nou, waarom blancheer ik dat shallotje? Mm-hmm. Kort gezegd, dat is eigenlijk alleen maar om de extra scherpheid er een beetje uit te halen. En die scherpheid is vaak ook dat mensen in de maag last krijgen. En als je dat even heel kort blancheert, dan ben je eigenlijk van dat geen af. Dus het pittige is eruit, maar het frisse wat de ui heeft, zit er nog steeds in. Oké, dat is een goede tip, Jacob-Jan. Ja, gewoon even. Kijk, je kookt een heel klein beetje water. Mm-hmm. Dan gaat het in en uit. Ik giet het af en ik maak het droog. En het gaat bij de tartaar en dan brengen we hem verder op smaak. Gaan we de crème maken van peterselie. Eigenlijk is deze basis niks anders dan je pakt behoorlijk wat peterselie. Dat kook je in ruim water met zout, kook je dat net gaar. En dan blender je dat helemaal fijn met heel weinig water. Waardoor je eigenlijk een coulis krijgt. Mm-hmm. Nou, die coulis die wil ik dus wat body geven of eigenlijk wat zuur. Want anders hebben we alleen peterselie qua ding. Nou, dan gaat dan een klein beetje van die crème fraîche in. Ja. Dat is eigenlijk voor de frisheid. En een klein beetje mayonaise voor de, dat er een klein beetje zuur in zit. Mm-hmm. Of hoe heet het, vettigheid. Nou, dan meng je dat samen eigenlijk. Zodat er eigenlijk een hele lichte groene crème ontstaat die de zuurigheid heeft van de crème fraîche. Mm-hmm. En de smaak van peterselie. Dan hebben we deze kleine groentes. Mm-hmm. Wat is dit? Nog even opzommen. Nou, dit is de knolselderij, een kleine bruaas gesneden. En dan gaar gekookt in iets water met zout. En dit is eigenlijk ook knolselderij, alleen aan dunne plakken en dan uitgestoken. Ja. Ook in water met iets zout, gaar gekookt. Ik heb hier een beetje radijs. Oh, lekker. En die snijden we ook aan dunne plakjes. Ja. Maar heel fijn is wel belangrijk. Ja, hoe dunner. Kijk, je kunt een schaafje pakken. Ja, je kunt een snijmachine pakken, maar een mes kan ook. Nou, we hebben alles klaarstaan om het af te dresseren. En ik heb hier een mooi bord voor je klaar. Kijk, nou, mooi. Is dit goed? Is perfect. Kan, ja, kijk, het belangrijkste is een plat bord, maar elk bord kan eigenlijk. Oké, goed. En hoe gaan we te werk voor het mooi het oog, hè? Het oog wil ook wel wat
Ja, nou ja, het oog is heel belangrijk, maar smaak is eigenlijk nog belangrijker. Ja. Ik vind altijd belangrijk bij dresseren dat je eigenlijk herkenbaar kunt zien wat het is. Okay. Dus, laat maar zien dan. Ja, we beginnen eigenlijk onderaan. He, want net als met een huis bouwen, he, eerst de grond in en dan het dak. Veel koks doen eerst het dak en dan de fundering, maar dat werkt niet. Stort in. Ja. Nou, een klein beetje van die crème erop en dan pak ik eigenlijk zo'n heel handig paletje voor. Mm-hmm. He, die in een goede kookwinkel heel makkelijk te krijgen is. En wat ik dan doe, is eigenlijk dit. Dus ik smeer het een beetje. Bijna metselen. Ja, het stucadoor. Ik wilde eigenlijk stucadoor worden, maar het is er niet van gekomen. Nou, dan heb je dus eigenlijk een crème die dus straks als die rund erop wordt gelegd, heel makkelijk met je mes en vork mee wordt gegeten. Mm. En je dat nooit te veel krijgt. Ja. Dan hebben we hier een heel handig knijpertje. Uh-huh. Kijk, en dan doe je eigenlijk, je kunt een ijsbol knijper pakken, je kunt het ook met een lepel doen. Maar dit is even voor de hoeveelheid. En wat je dan doet, is eigenlijk dit een beetje rollen. Uh-huh. Nou, en op het moment dat dat een bolletje is geworden, dan leg je dat zo erop. Uh-huh. Nou. Zal ik er ook eentje maken? Je mag er ook eentje doen. Ja, wow. Leuk. Bolletjes maken. En dit is eigenlijk... Ik zou zeggen, dit is vrouwenwerk, maar... Dit is de gehaktbal, maar dan rauw. De typische Hollandse gehaktbal. Ja, leg ik er eentje mee? Ja, dan leg je, ja, daar. Nou, we doen er nog eentje bij. Oké. En dan krijg je eigenlijk een hele leuke interpretatie. Mm-hmm. Het wordt al duidelijk, je ziet wat je eet, hè? Ja, het hoort er eigenlijk een beetje bij. Nou, die even zo. Nou. Goed. En daarna pakken we de... Nou, dit is toch wel iets heel... speciaals, dat moet je toch even uitleggen. Ja, dit is... Dit heb ik eigenlijk nog nooit gezien, dit. Nou, het komt van Fer en Adriaan, die ooit zijn beroemde spaghetti parmesan carbonara stijl maakte. Mm-hmm. En dat was voor iedereen een raadsel hoe hij dat 10, 15 jaar geleden deed. Nu inmiddels niet meer, want de fietsenmaker helpt hij zelfs bij. Eigenlijk heel simpel weer. Ja. Je gaat naar een fietsenmaker waar je zo'n brommerslangetje kunt kopen, wat normaal voor de benzine is. Nou, ja. Dan vraag je een meter, anderhalve meter, maar hoe langer, hoe meer je erin kunt spuiten. En vervolgens maak je dus eigenlijk die massa, die ik dus ook in het receptje heb aangegeven. Belangrijk daarbij is die bindmiddelen, want het moet hard worden. Nou, dat spuit je er dan vloeibaar in, hè, tot aan het einde van dat ding. Dan laat je het hard worden en vervolgens doe je in die spuit, hè, die je bij de apotheek haalt, doe je water. En dan met een heel weinig kracht duw je het er als het ware zo uit en dan krijg je dit. En daar kun je allerlei smaken aan geven. Ja, nu toevallig is het soja. Nou kijk, ik breek een stukje af, want het is vrij lang stuk. Nou, en dan kun je dan heel speels, kun je daar door het gerecht mee heen werken. Oké, okay. Dit is wel bijzonder. Nou, vervolgens doen we die gemarineerde groentes erop. Ja. En omdat het seizoen is van de nazomer, van de knolselderij en dergelijke... willen we dat toch een beetje terug laten komen. Mag best ook een beetje gepromoot worden, hè? Die vergeten groentes ook. Ja, ook, maar groentes geven altijd goed evenwicht. Ja. En laten we heel eerlijk zijn, in 2009 is de trend van de groentes. Mm-hmm. Nou, wat van die plakjes erop. En dan waarschijnlijk ook nog de radijsjes. Ja, en dan ook de radijs. Want die radijs die zorgt dan ook weer voor... Kijk, gaan we even er tegenaan zetten. Nou, vervolgens... Uiteraard, en daarvoor zijn we hier, kressoorten. Ja. En waarom kressoorten? Kressoorten zijn ten eerste niet het massale sla meer eten, ja, maar geven hele kleine smaakexanten in de gerechten. En ja, die kunnen heel verschillend zijn. Ik kies hier voor zeg maar een beetje het pittige. Mm-hmm. Nou, daar halen we gewoon wat blaadjes af en die kunnen we er dan zo opzetten. Nou, verder combineren we met name... de basilicumcress. Uh-huh. Dan hebben we toch weer een beetje dat idee dat we een herkenbare smaak toevoegen. Uh-huh. Want siso heeft dan een beetje dat peperige. Uh-huh. En ik vind komkommer zelf een hele positieve smaak. En dit is een borragecress die smaakt naar komkommer.
belangrijkste is nog een beetje zuur erin. En een goede vinaigrette is eigenlijk de emotie in het gerecht, zeg ik altijd. En daarbij zijn twee dingen bepalend. Kijk, als ik een aceto die hier dan bij gebruikt wordt, moet ik een goede aceto hebben. Maar net zo belangrijk is een goede olijfolie. Ja, en Valderrama maakt godzijdank heel veel soorten die heel goed te combineren zijn bij juiste gerechten en de combinatie en vaak. En wat gaat bij deze dan? Nou, bij dit gerecht nemen we de Ojo Blanco. Waarom? Omdat hij verfijnd en diepgang heeft. Ja. Maar ik ga hem combineren met een goede aceto. Ook dat is belangrijk, want daar zit het zuur in en de rondeur voor het gerecht met de frisse tonen. Ja, een klein beetje van de aceto. En dat balsamico is ook een andere naam ervoor. Ja, aceto balsamico. Ja, maar in onze volksmond is eigenlijk de aceto. In België wij zeggen vaak balsamico. Dus. Ja. Nou kijk, een klein beetje van de Ojo Blanco erop. Omdat het beide topproducten zijn, hoeven we eigenlijk niks meer te doen. Daarom zeg ik altijd, voor heel veel koken is de basis van het product het allerbelangrijkste. Over één ding kan een kok never nooit liegen. Dat is zijn product. Ja. En zijn keuze. Nou, je ziet doordat het een beetje verouderd is, die aceto balsamico, geeft het een heel mooi effect. Ja. Even. Nou, dat is dan het gerechtje. Dit is het voorgerecht. Ja. Een tartaar. Mooi. Ja. Dankjewel. Alsjeblieft. Super.